There's a home for every heart. Like a diamond. Yoga is hot. Het is overal. In het park, op festivals, op het water of in een zaaltje. Wat is het toch dat ons zo aanspreekt? Voor mij kwam yoga ongeveer 8 jaar geleden op mijn pad, tijdens een reis door India, waar ik lessen volgde van een lenige oude man. Wat vond ik hem inspirerend en wat ging er een rust van hem uit. Vanaf dat moment speelt yoga een rol in mijn leven. Ook als ik op reis ben voor avontuur of werk, zoek ik altijd meteen even naar een lokale yogaschool en volg ik een lesje om even tot mezelf te komen op een nieuwe plek. Maar ook in mijn eigen stad Utrecht voel ik een yoga-vibe. Ik ben benieuwd naar wat er zich allemaal afspeelt op yoga-gebied hier in deze stad. En daarom ga ik op onderzoek uit. Wat voor yogascholen zijn er in Utrecht? Wat is hun filosofie en waar staan ze voor? Ook ben ik op zoek naar yogis die hun verhaal willen vertellen over yoga in hun leven. Wat doet het voor ze en welke rol speelt het? Wil jij me helpen? Tag jouw favoriete yogaschool in deze post. Heb of ken jij een mooie yogaschool die ik eens een bezoekje moet brengen? Lijkt het jou leuk als ik je kom interviewen als docent, schooleigenaar of yogi? Ik hoor je graag. En wie weet staat jouw yogaschool of verhaal binnenkort in deze mooie yoga-serie op notabletolabel.com.